Een van de belangrijkste activiteiten van Heemkundekring Tilburg is monumentenbeheer. Speciaal hiervoor hebben we een werkgroep opgericht. Werkgroep Monumenten wil vooral voorkomen dat er waardevolle panden afgebroken worden. We lopen zelf heel Tilburg door met wandelingen en dan zien we zelf panden die eigenlijk vergeten zijn. Die staan nog niet op de monumentenlijst en toch horen ze er eigenlijk wel op. En vervolgens hebben we contact met de gemeente om de gemeentelijke monumentenlijst uit te breiden. Een voorbeeld is het gebouw waar we voor staan. Daar stond op de nominatie gesloopt te worden. En we hebben met actiegroepen hebben gezorgd dat er in ieder geval in de publiciteit kwam. En het is behouden. Soms is er een pand, staat een pand echt op punt om gesloopt te worden. En dan moet er ineens actie gevoerd worden. Bij het pand van de Sacramentskerk. En uiteindelijk is dat alleen de toren staat er nog, maar de kerk hebben we verloren. Af en toe win je en af en toe verlies je. We staan hier voor de schot. En die staat er niet voor niks natuurlijk. Heemkundekring Tilburg, met name de oude Piet van Beurden. Die hebben in de oorlog, na de oorlog, zijn hier naar Engeland gegaan. Naar het Imperial War Museum. En die hebben ontdekt dat de dag van de bevrijding van Tilburg, dat de Schotten Tilburg bevrijd hebben en niet de Irenebrigade. En vroeger stond het wel, die Irenebrigade, al heel groot met een standbeeld, maar de Schotten niet. En daar is door de SOGOT, de Heemkundekring, een stichting opgericht om een standbeeld te verwezenlijken. Hij stond eerst bij het stadhuis. Broks heeft er nog voor gezorgd dat als wij gelijk zouden hebben, dat de Schotten Tilburg bevrijd zouden hebben. Dan zou dat standbeeld op een prominente plek zichtbaar vanuit het stadhuis geplaatst kunnen worden. Dus daar heeft hij altijd tijd gestaan. En 2 jaar geleden hebben ze het plan gehad om alle vrijheidsmonumenten bij elkaar te zetten. En ik moet zeggen, dat heeft ook wel iets. Dus de plek is hier wel rustiger. Om het te herdenken, er was altijd gedoe met verkeer en onduidelijk. Dus hier is het eindelijk wel beter.